Het aantal vacatures dan daalt. Ja, maar bij de kappers bijvoorbeeld, daar gaat het nou juist wel goed. Misschien niet heel verrassend, maar daar is het aantal vacatures met 5% gestegen. Maar in heel veel andere sectoren is precies het tegenovergestelde het geval. Volgens een bekende vacaturesite zijn er sinds begin april ruim een derde minder vacatures dan vorig jaar. En er is vooral een flinke daling in de bouw, de verpleging, maar ook de horeca, het toerisme. En ook in de schoonmaakbranche, waar meneer Vonhoff natuurlijk alles over weet. Ja, u heeft een schoonmaakbedrijf. Ja, dat klopt. Daar ook minder vacatures op dit moment? Ja, op dit moment wel. We hadden op het hoogtepunt zo'n 400 mensen thuis zitten. Dus dan heb je geen nieuwe vacatures. Nee. En wat betekent dat, dit soort cijfers? Is dit een voorbode voor de volgende maand? Of? Nou ja, je ziet in ieder geval dat alles wat nog moest gebeuren nu wordt stilgezet. Je ziet investeringen gestopt, je ziet het consumentenvertrouwen dalen. Maar dus ook bedrijven die op dit moment even rustig aandoen en de kat uit de boom kijken. Dat is een eerste indicatie. Ja, het hangt er heel erg vanaf hoe we zo meteen weer open gaan. Of er ook weer heel snel weer schoonmakers nodig zijn. Want uiteindelijk, na de crisis, moet er ook gewoon weer heel hard schoongemaakt worden. Ja, dat lijkt me altijd wel een goed idee trouwens.